vroeg u aan het begin van de uitzending wat u het meest was bijgebleven of wat het meest tot de verbeelding sprak. En toen kwam u met de elevator pitch van Sebastiaan Verhulst. Waarom? Ja, kijk, het heeft alle elementen in zich die denk ik in deze tijd belangrijk zijn. Onze economische strategie die koppelen aan maatschappelijke opgaven. Nou, wat Sebastiaan doet, die houdt zich bezig met de zorg. Ja. Een van de grootste problemen die we de komende tijd overwinnen hebben. Ja. Omdat we graag willen hebben dat iedereen kan oud worden op een hoog kwalitatieve manier in zijn eigen omgeving. Het tweede wat Sebastiaan doet, hij betrekt daar de nieuwe media bij. Ja. De apps, wat je kunt doen met internet. En het is heel eigenwijs jong ondernemerschap. Zeer innovatief. Ja, en dat soort initiatieven hebben we nodig. Ja, we hadden Sebastiaan natuurlijk heel graag naast u aan tafel gehad. Maar hij is aan het afstuderen. En we gaan ervan uit dat deze jongen gaat slagen. We gaan wel samen nog even naar dit leuke filmpje kijken. Mijn naam is Sebastiaan Verhulst, 21 jaar, student psychologie. Ik heb een vraag nu. Heeft u zelf kinderen? Ja, twee. Dan bent u neem ik aan overgaan met het welzijn van kinderen. Ik wil het met je gaan hebben over de toekomst van geld. Wij denken dat problemen op te lossen zijn met andere problemen. De deurbel op zonne-energie. Joe, zou je me alsjeblieft aan al deze zware kinderen willen helpen? Dankjewel. Het gruwelijke enthousiast bracht het goed, gaf een persoonlijke overtuiging in, had goed getraind, precies op tijd, een hele goede pitch. Ik zie je vooral ontzettend bevlogen en gedreven, precies binnen die 45 seconden. Maar wat was het nou? Je idee? Ja, ik heb het idee omdat op dit moment ontzettend veel kinderen te zwaar zijn in Nederland. En dat iedereen er best van schrikt dat maar liefst 30% van de kinderen leeft van 4 tot 15 jaar te zwaar is. Ja, en ik wil er iets aan doen. Dus ik dacht, ik bedenk een stappenteller. Ik koppel een soort van beloningssysteem aan vast. En kinderen worden niet meer te zwaar. En wat dus is dat is mijn streven. Ja, maar wat is het beloningssysteem dan? Dus je doet die kinderen een teller aan. Precies. Dat is bekend, denk ik. Hè? Dat bestaat wel zoiets. En dan? Ja, ik had eerst het idee om misschien korting te geven op pretparkkaartjes. Maar ik dacht, wellicht is het misschien nog zelfs beter als kinderen eigenlijk zelf kunnen gaan sparen voor een eigen product. Dus dat ze bijvoorbeeld door het zetten van stappen een gratis bal kunnen krijgen. Waardoor ze eigenlijk buiten kunnen gaan spelen met de bal. Het is eigenlijk heel bijzonder, hè? Ze gaan studeren en ze moeten per direct daarna ondernemer worden. Bereidt het Brabantse onderwijs dit soort jongeren wel goed genoeg voor op het ondernemerschap? Ja, ik denk meer en meer. Ik denk dat we trots mogen zijn op onze hogescholen en universiteiten in Brabant. Die stevast tot de beste van Nederland behoren. Je ziet dat er ook enorme veranderingsslagen op dit moment plaatsvinden binnen het mbo en vmbo. Ik mocht laatst zijn in Eindhoven. Waar een pitch gehouden werd en verzorgd werd door leerlingen van Sint-Lucas uit Boksel. Nou, dat was vreselijk leuk en mooi om naar te kijken. En ja, dit is ook weer zo'n voorbeeld. Hij gaat aan de slag met obesitas. Ja, groot probleem. Een groot probleem onder jongeren. Steeds groter. Wat echt uiteindelijk leidt tot een hele belangrijke doodsoorzaak op latere leeftijd. En hij gaat het op een hele leuke manier oplossen. En een hele dure zorg ook natuurlijk weer. Hè? Dus al die dingen die haken op elkaar in. En wat Sebastiaan waarschijnlijk niet weet, maar dat is een tip die ik hem graag over wil brengen, als hij dadelijk afgestudeerd is. Het Jeroen Bosch ziekenhuis in 's-Hertogenbosch heeft ongelooflijke specialisten op dit gebied. Die denk ik best geïnteresseerd zullen zijn in een gesprek met hem. We gaan hem even bellen. Dat laten we maar eens doen.